De pensioenen verhoogt, de lonen, de facturen verlaagt en de zorg investeert. Dat is omdat wij heel hard overtuigd zijn dat mensen hun koopkracht beschermd moet worden, dat die verbeterd moet worden. En ik maak mij zorgen als het Vlaams Belang aan de macht zou komen in ons land, dat het omgekeerde gebeurt. Dat zien we eigenlijk overal waar extreemrechts in de wereld aan de macht komt.